Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag de opening van de allernieuwste bioscoop in Breda, hier op het Breepark. Met 10 zalen en de allernieuwste technieken laten zij u hier het ultieme avondje uitbeleven. Wij hebben, hadden eigenlijk zin om in de Nederlandse markt te komen, omdat we dachten dat we met onze multiplexen hier absoluut succes zouden kunnen hebben bij de Nederlanders. En we hadden de opportuniteit om in Breda hiermee te starten, omdat hier een grondstuk vrij kwam. En we hadden toen nog Wolf niet overgenomen en het lag dicht genoeg bij België om het vanuit België ook nog mee te managen. Dus zo zijn we in Breda terechtgekomen, eerder toevallig eigenlijk. Ik hou me bezig met de technologische innovatie binnen de groep. Ja, want er zijn nu 10 zalen hier in de nieuwe bioscoop, waarvan eentje met het nieuwste van het nieuwste. Kunt u het even uitleggen hoe dat in elkaar zit in die zaal? Wel, eigenlijk is het zo dat alle zalen hebben eigenlijk het nieuwste van het nieuwste. Want u moet weten dat Kinepolis Breda is eigenlijk het eerste complex in Europa dat opent waar al de zalen uitgerust zijn met laserprojectie. Dat garandeert dus een ongelooflijke lichtkwaliteit naar de klant en dus een prachtige bioscoopervaring. Maar inderdaad, als hoe zullen we zeggen, kers op de taart, hebben we dan eigenlijk in de grootste zaal uitgerust met wat wij noemen een laser ultra installatie. En dat is eigenlijk, om het simpel te zeggen, is dat eigenlijk de combinatie van de best mogelijke huidige beeldtechnieken gecombineerd met de best mogelijke audiotechnieken in één zaal. Het is dus zo dat die zaal uitgerust is met een Dolby Atmos geluidssysteem. Dolby Atmos zorgt ervoor dat het geluid heel onderdompelend wordt. De klank komt nu werkelijk van overal, niet meer van alleen achter het scherm. Het is een geluidssysteem dat een filmmaker in staat stelt om geluiden werkelijk perfect te positioneren op eender welke plek in de zaal. En de zaal is ook uitgerust met een 4K laserprojector. We zitten hier wel echt op een nieuw terrein, buiten de stad. Was u daar nog bang voor, van of de mensen het wel kunnen vinden? Wel, dat is natuurlijk altijd een beetje afwachten, maar met dit type bioscoop, met deze grootte en dit aantal zalen, heb je wel mensen nodig uit een groter verzorgingsgebied. En is dus eigenlijk de parkeergelegenheid die hier gratis is en de bereikbaarheid is toch wel belangrijk. En dus ja, we hebben dit type locatie nodig eigenlijk daarvoor. Maar het is altijd een gokje of de klant u vindt. Hè. Waarom moeten mensen hier naartoe komen? Wel, vooral voor de beleving. Dit is, hier is het neusje van de zalm.